Het is het voorjaar van 2002. Na haar studie aan de Amerikaanse Yale University, een stage bij de VN in New York en een stuk gelopen relatie met fix liefdesverdriet, is kroonprinses Victoria weer terug in Stockholm. Zweedse media berichten dan over een nieuwe vriend van de kroonprinses, die dan 24 jaar oud is. Al snel wordt duidelijk dat Daniel Westling de nieuwe vriend is van prinses Victoria. Daniel is sportfanaat en ondernemer. Ze leren elkaar kennen in zijn eigen sportschool in Stockholm. Een hechte vriendschap ontstaat. De twee delen veel interesses en niet veel later begint de liefde dan ook echt te bloeien. Daniel is duidelijk een grote steun voor zijn vriendin, die ten tijde van hun ontmoeting enorm worstelt met de gevolgen van anorexia. Door te sporten met Daniel voelt ze zich sterker en zelfverzekerder. Het Zweedse volk ziet dat en waardeert Daniel om de hulp die hij Victoria biedt. En dan komt op 24 februari 2009 het nieuws waar heel Zweden op heeft gewacht. Victoria en Daniel zijn verloofd. Det här känns väldigt ovant. Jag instämmer. Det känns även fantastiskt roligt att kunna önska er välkomna hit. Vi sitter ju då i prinsessan Sibyllas våning. Och det är ju så att det är ett väldigt speciellt tillfälle detta. Det är nämligen så att Daniel och jag har förlovat oss. De appel valt niet ver van de boom. Want Victoria is niet de eerste in haar familie die met een gewone burger trouwt. Haar vader, koning Carl Gustaf, viel in de jaren 70 ook voor een gewoon meisje. Nu koningin Sylvia. Op 19 juni 2010 is het zover. De trouwdag van Victoria en Daniel. De jaren na de bruiloft staan in het teken van het gezin van Victoria en Daniel. In 2012 wordt hun dochter Estelle geboren. En 4 jaar later volgt zoon Oscar. En het gezin heeft er nog een 5e gezinslid bij. Hondje Rio. Inmiddels is het stel al meer dan 10 jaar gelukkig getrouwd. En daar komen zeker nog heel wat jaren bij.